van je hoofd uitstappen. De dierenambulance. Wie heeft er een vraag? Smetten alles, altijd, naar elk dier. Maar toch wil je het nog meer beperken door verschillende bakken te hebben. Dit zijn namelijk onze standaardbakken, de blauwe bakken. Nou, wat denken jullie dat we allemaal in die bakken kunnen vervoeren? Een kat. Een kat, ja. Stoute kinderen. Sinterklaas is net weer weg. Sinterklaas is net weer weg. Maar ik denk niet dat dat past. Konijnen. Konijnen, als ze niet ziek zijn. Heeft u nog tips voor ons wat we moeten doen als we een gewond dier aantreffen? Gelijk bellen. Dus punt 1 eigenlijk. Voor gelijk de dierenambulance bellen. Gelijk bellen en ook een beetje afhankelijk waar het dier ligt. Kijk, als het midden op de straat ligt, kijken of je een paar ouders kan vinden die het verkeer tegenhouden. Dat er niet nog een keer aangereden wordt. Let op je eigen veiligheid. Hè? Ja, altijd, dat moeten wij. Eerst jezelf in veiligheid. Mensen kunnen altijd terecht bij de dierenambulance. En wanneer kunnen ze echt gaan inschakelen? Wij zijn 24/7 zijn we bereikbaar. En ze kunnen ons altijd bellen, want ook adviezen geven wij gewoon. Maar als u dier vermist is of u heeft een dier gevonden, kan u ons bellen. Gewonde dieren kan u ons bellen. Als we een kind hebben tijdens een melding, doen we altijd als beloning de sleutel hangen. Het is puur vrijwilligerswerk, hè? Ja, zeker. En als die kinderen die hier zo enthousiast waren, wanneer mogen zij ook als vrijwilliger komen? Wij hanteren voor de dierverzorging een minimale leeftijd van 16. En voor op de bus moet je echt minimaal 18 zijn. Dus als ze 18 zijn, dan mogen ze komen? Ja, zeker. Graag zelfs. Ja. Dankjewel. Verder nog iemand een vraag? Ik heb nog wel één tip eigenlijk. Eigenlijk iets om door te geven. Dat kennen jullie allemaal? Nee. Wat is het belangrijkste wat je huisdier nodig hebt? Als je kwijtraakt? Een chip. Ja. Dus dat is de chipreader. Maar wat vergeten heel veel mensen? Je moet ten eerste al onderchippen. Dus wij zeggen, jongens, kom op, chip. Dus mensen heel vrolijk, ja, ik heb hem gechipt. Mooi, maar dan moet je hem ook nog registreren. En dat gebeurt dus niet. Mensen vergeten dat. Dus het is zo belangrijk, chip je dier allereerst. Maar laat hem registreren. Controleer de registratienummers. Dankjewel. Jullie ook bedankt. Jullie ook bedankt voor de